Volk van Suriname, wij staan aan de vooravond van de herdenking van de Dag van de Arbeid. Bij deze gelegenheid voel ik mij geroepen om als minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken verantwoordelijk voor het welzijn van de werkende klassen u een extra hart onder de riem te steken. Sedert de uitbraak van COVID-19 in ons land in maart 2020 raken wij op het ministerie dagelijks geconfronteerd met een toename van het aantal werklozen, steeds meer mensen met een verminderd inkomen, steeds minder vacatures en ook minder stageplekken voor jongeren. Kleine zelfstandigen met verminderde inkomsten en bedrijven die volledig over de kop gaan. Dames en heren, het ministerie is zich ervan bewust dat steeds meer mensen het moeilijk hebben en in de problemen zijn geraakt tijdens de COVID-19-crisis. Armoedebestrijding is niet slechts een verantwoordelijkheid van één ministerie, maar het vereist een samenhang met overige ministeries en sociale partners. Vanuit arbeid is een van de belangrijke beleidsdoelen tegen deze achtergrond werknemers en hun gezinnen een zeker bestaansminimum te garanderen. Vanuit de regering zijn er reeds verschillende maatregelen getroffen, zoals bijvoorbeeld het verstrekken van de COVID-19-steun aan mensen die vanwege de COVID-19-uitbraak werkloos zijn geworden, er verminderd inkomen hebben en aan KMO's met verminderde inkomsten. Ook wordt er gewerkt aan het financieel toegankelijk blijven houden van zoveel mogelijk de sociale basisvoorzieningen. Ten behoeve van de voedselpakketten heeft de regering middelen vrijgemaakt voor de lage inkomensgroepen en ook zijn er richtprijzen uitgegeven voor basisgoederen. De grootste uitdagingen in deze regeerperiode is ongetwijfeld de creatie van werkgelegenheid, evenals een evenwichtige spreiding en verdeling van inkomens. Het ministerie is reeds bezig met de modernisering van onze vacaturebank. Ook zullen de verschillende werkarmen op zeer korte termijn beginnen met verschillende vaktrainingen, afgesteld op de behoeften van de arbeidsmarkt. Met verschillende banken wordt reeds nagegaan hoe wij kleine zelfstandigen kunnen trainen, begeleiden en helpen aan een financiering bij het opzetten van hun bedrijf. Modernisering van onze arbeidswetgeving en versterking van de arbeidsinspectie zullen zorgen voor een veilig en gezond werkmilieu. Beste landgenoten, het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken staat op deze dag ook stil bij alle slachtoffers die COVID-19 heeft geëist. Ik wil van hieruit iedereen die iemand heeft verloren door COVID-19 sterkte toewensen. Houd u zich aan de COVID-19 maatregelen, bescherm uzelf en anderen. Elke besmetting is er één te veel. Ik wil u aanmoedigen om niet op te geven. Samen komen wij er zeker uit. Ieder probleem, gevaar of crisis die op ons afkomt, moet u zien als een leermoment om aan te grijpen voor het maken van stappen voorwaarts. Van hieruit wens ik u als minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken een bezinningsvolle dag van de arbeid toe.